Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een adventskalender. En dit is een Violetta adventskalender. Jullie zien al, van voor staat daar groot een foto van Violetta. Hier nog een microfoon, hartjes, oortjes. Alles is een beetje glitterend en daar in de achtergrond is nog een grote discobal. Ik vind dat die er heel mooi uitziet. Dit is gewoon een chocoladekalender met echte melkchocolade. En als ik hem hier omdraai, dan zie je hierachter nog iets om mee te knutselen. Dan kun je wat kerstballen mee maken. Die kun je dan vervolgens in de kerstboom hangen. Hier zie je het. Het zijn gewoon van die ballen die je in elkaar kunt doen. En als je er dan twee samen doet, dan kun je in totaal 4 kerstballen maken. De kalender is van Bon Bon Buddies. 65 gram chocolade zit erin. En nu ga ik de kalender ook openmaken. Eigenlijk doe je dat normaal gesproken niet. Maar wij laten jullie hier op het kanaal de kalenders gelijk zien. Zodat jullie een beetje kunnen kijken welke jullie zouden willen. Of misschien zoekt u voor uw kinderen of voor iemand anders als cadeautje een kalender. Dan wilde ik hem gewoon een beetje informeren. En dan ga ik gelijk kijken bij nummer 1. En dat is een sneeuwman. Het zijn dus geen motieven die met Violetta te doen hebben. Ik had eigenlijk verwacht dat er Violetta in zou zitten als chocolade stukje. Dan kijk ik bij nummer 2. Zo. Ook daar zit een kleine dwerg in. Dat heeft ook niks met Violetta te maken. Nummer 3. Hier komt een kleine teddybeer uit. En waar is nummer 4? Ah, hier. Die wil er helemaal niet uit, nummer 4. Zo, dit is een kerstkransje. Soms is het ook zo bij die chocoladekalenders dat er achter het hokje een foto zit of zo, een plaatje. Maar in deze kalender staat alleen chocola. Ik heb inmiddels alle deurtjes opengemaakt. Overal zat chocolade in. Geen bijzondere Violetta dingen. Alleen een teddybeer, een kerstkransje, sneeuwman. En nu ontbreekt alleen nog het 24ste deurtje. Dat is hier bij Violetta's gezicht. Dat maak ik nu ook open. Dat is het enige deurtje dat zo in twee richtingen open gaat. Maar de chocolade is ook niet groter en het is een kerstman. Zo. Ik zal nog even laten zien wat er allemaal bij zit. Ik heb alles op het bord verzameld. Een kerstkransje, een teddybeer. Een kerstboompje. Dan zie ik hier een sneeuwman, nog een teddybeer, een ster, de kerstman. Hier, dit is een rendierhoofd. Hier een ster. Dit zijn van die hulstakjes. Dit is een slee. Dit is een huisje. Een klomp. Nog een ander rendierhoofd. Ik vind eerlijk gezegd dat er niet echt een grote variatie in zit. Hier hebben we bijvoorbeeld nog een teddybeer. Hier is nog een dwerg. Een engeltje. En er zit ook een beetje gekker bij, deze bijvoorbeeld. Dit is eigenlijk gewoon een cirkel met een gezicht erop. En ik vraag me wel een beetje af wat dat is. Dus ja, ik moet zeggen, van buiten ziet hij er heel mooi uit, deze Violetta kalender. En voor Violetta fans best wel leuk. Maar als je van binnen kijkt, dan zit er niet zoiets bijzonders in. Het zijn van die typische adventskalender symbolen. Hij is wel mooi in ieder geval,
Maar als je verwacht dat er iets van Violetta in zou zitten, dan ja, kun je lang wachten, want dat zit er namelijk niet in. Van binnen is het gewoon een normale adventskalender met typische kerstsymbolen. Alleen van buiten staat er een Violetta foto op. Ja, dit was het dan ook. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop dat ik jullie er een indruk van heb kunnen geven van deze kalender. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk ook in ieder geval onze andere adventskalender video's. We hebben er al verschillende laten zien aan jullie voor kinderen op dit kanaal. En misschien zit er ook voor jullie wat bij. Of misschien zijn jullie voor iemand nog op zoek naar een adventskalender, zit er wat goeds bij. Ja, dit was dus de Violetta adventskalender. Bekijk de andere video's. Abonneer je op ons kanaal. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!